Het werk van Marinus Boezem is me zeer dierbaar, maar ik ben me ervan bewust dat ik er vanuit een vreemde positie over spreek. Eigenlijk heb ik er maar zeer weinig van in het echt gezien. Ik ken vooral het boek dat in 1999 verscheen, die dikke tegel, het boek Boezem. Soms vraag ik me af of het noodzakelijk is om alles van Boezem te hebben gezien. Misschien is dat boek wel het hoogtepunt van zijn werk. Daarin komt alles bij elkaar. De ontwikkeling die hij doormaakte vanaf het begin van de jaren 60 tot aan bijna nu. Al zijn uitgevoerde projecten, maar ook in niet onbelangrijke mate de onuitgevoerde. De dromen en de gedachtes die hun mooiste vorm hebben gevonden in een sumiere aanduiding van tekst en beeld. Ergens in het boek staat vermeld dat Marinus Boezem als kind al van plattegronden hield. Ze duiken meermaals op in zijn werk en getuigen van zijn fascinatie om de grillige, wispelturige werkelijkheid in kaart te brengen. Misschien is het juist dit gegeven waardoor het boek me blijft fascineren. Hoewel het er in eerste instantie uitziet als een chronologische weergave van zijn werk, als een geordende plattegrond van zijn oeuvre, legt het eigenlijk onder de oppervlakte juist de grillige dwarsverbanden bloot. En is het niet de afsluiting van een loopbaan, maar blijft het op een paradoxale manier onaf. Er kan nog een hoop in gedroomd worden. Het is een levend geheel waaruit nog steeds nieuwe werken ontspruiten, combinaties van elementen waardoor weer nieuwe verbanden ontstaan, zoals bijvoorbeeld het slipboekje dat vandaag gepresenteerd wordt. In dat boek las ik een regel. Het was eigenlijk een bijzin in een tekst over de vrijheid van de kunst en het verlangen naar zuiverheid. Dat zinnetje luidde: leeg zijn mijn handen. Het viel me in de eerste plaats op vanwege taalgebruik, de volgorde van de woorden. Als er had gestaan met lege handen, dan had ik er waarschijnlijk overheen gelezen. Maar leeg zijn mijn handen, dat heeft iets van de poëzie van de Bijbel. Het klinkt bijna als een plechtig voornemen, als een opdracht aan jezelf. Terwijl ik met die regel in het achterhoofd door het boek bladerde en alle tekeningen en foto's en ideeën, alle uitgevoerde en onuitgevoerde werken bekeek, bedacht ik me opeens dat het misschien nog meer dan een voornemen, een wensdroom was. De droom van de kunstenaar om met zo min mogelijk middelen iets in de wereld aan te wijzen. En dat die wereld dan in de perceptie van de kijker in kunst verandert. Het is een droom die Boezem deelt met meer van zijn generatiegenoten. Ze maakten zich los van het idee dat de kunstenaar een voorwerp maakt dat een aparte plaats heeft in de wereld. En als een totem in een kunsttempel tentoongesteld moet worden. De wereld zelf is kunst. En het enige dat de kunstenaar hoeft te doen is daarop te wijzen. Je ziet dan ook veel doodnormale dingen in het werk van Boezem. Wasrekjes, stoelen, hoofdkussens, matrassen, lakens, gordijnen, ventilatoren, luchtbanden, spiegels, tafels en plattegronden. Het zijn objecten die we dagelijks gebruiken, maar die door de kunstenaar in een context geplaatst worden, waardoor ze bijzonder worden. Ze verfrissen de blik op de wereld, omdat alles nu in potentie kunst kan zijn. En we goed op moeten letten, anders hebben we misschien iets gemist. Er is nog iets dagelijks dat we gebruiken, zo normaal dat je het bijna zou vergeten. Het heeft dan ook maar heel weinig materie. Toch is het een absolute voorwaarde van ons bestaan op aarde. Lucht. Boezem is niet de enige en eerste kunstenaar die zich met lucht heeft bezighouden. In het begin van de 20e eeuw bottelde Marcel Duchamp een flesje Parijse lucht en vervoerde dat hoogstpersoonlijk op een boot naar New York, waar hij het verkocht. Later experimenteerde Yves Klein en Manzoni met pneumatische kunst, maar Boezem heeft van de lucht zijn handelswerk gemaakt. Eerst signeerde hij een ventilator om daarmee vervolgens de lucht in beweging te zetten. Hij liet het warrelen door gordijnen en onder tafelkleden en soms in een op het oog lege ruimte, langs de bezoekers, zodat ze zich ervan bewust werden dat ze zelf een ding zijn dat aangeraakt wordt. Hij verwarmde de lucht of liet het afkoelen. Hij pompt het in banden, luchtbedden en plastic hoezen om er tijdelijke sculpturen mee te scheppen. Vormen die alleen maar mogelijk waren
door het bijna immateriële in hun binnenste. Hij signeerde de lucht boven Amsterdam met de condensatiestrepen van een vliegtuig en droomde ervan zichzelf in de lucht te verheffen. En soms zelfs om erin te verdwijnen. Wat hem op magische wijze ook lukte, door op het scherm van de televisie te verschijnen, onbewogen de beeldbuis te beademen en zodoende in het wasem van zijn eigen uitademing te verdwijnen. Het is een filosofische daad van een jaloersmakende, beeldende eenvoud. Ook zocht en zoekt hij naar manieren om de aanwezigheid van lucht in tekst en beeld te registreren. We worden ons bewust van de aanwezigheid van de lucht als het warmer of kouder is dan ons lichaam, als het ergens naar ruikt of als het beweegt. Warmte, kou en beweging worden afgebeeld op de weerkaarten die we dagelijks op de televisie of in de kranten zien. Afbeeldingen die we geen enkele artistieke kwaliteit toedichten, maar die door Boezem als kunst gepresenteerd worden, omdat ze krachtige verbeeldingen zijn van de onzichtbare processen die zich om ons heen afspelen en ons leven voor een groot deel bepalen. Ook zag hij de poëzie van de windschaal van Beaufort, waarin de verschillende windsnelheden op wetenschappelijke wijze geregistreerd en beschreven worden, en waarin tevens een poging wordt ondernomen om de wind, die van zichzelf onzichtbaar is, zichtbaar te maken in wat erdoor in beweging wordt gezet. Als voorbeeld geef ik krachtige wind, die als gemiddelde windsnelheid gemeten op 10 meter hoogte boven vlak terrein de volgende getallen toegekend krijgt. 11 tot 14 meter per seconde, 38 tot 50 kilometer per uur. En die voor ons zichtbaar en voelbaar wordt op de volgende wijze. Grote takken bewegen. Men hoort de wind in de telegraafdraden fluiten. Paraplu's kunnen slechts met moeite worden vastgehouden. Het slipbeeldje dat nu gepresenteerd wordt is, zoals de titel al doet vermoeden, geheel gewijd aan de wind. Op alle mogelijke manieren is geprobeerd om dat ongrijpbare verschijnsel, waar we toch dagelijks in meer of mindere mate mee te maken hebben, voelbaar, zichtbaar, hoorbaar, tastbaar en bespreekbaar te maken. Hoewel de buitenkant misschien doet vermoeden dat het hier een normaal slipboekje betreft, zult u bij het openslaan merken dat dit in alle opzichten afwijkt. Ik wil u daar niet te veel van verklappen, maar één ding wil ik u wel zeggen, namelijk dat ik het als zeer bijzonder heb ervaren dat deze keer de kwaliteit van het papier niet werd gezocht in het dikste of duurste, maar in het feit of ze op de juiste wijze ritselden. Zoals bladeren bijvoorbeeld, bij zwakke wind. Dan wil ik nu overgaan tot de overhandiging van de eerste exemplaar aan de kunstenaar.